Zenuwachtig, Mike? Niet zo. Jij? Een beetje wel, ja. Ik ben benieuwd. Gaat het? Meer wedstrijdspanning, noemen ze dat, hè? Dus geen routineoperatie. Chirurg Alex Vivier haalt bij Mike Sonneveld opnieuw een stukje meniscus weg uit zijn knie. Al 3 keer eerder werd hij aan dezelfde knie geopereerd. Blessures lopen als een rode draad door zijn voetbalcarrière. Ook dit seizoen is hij weer het haasje. Ja, eigenlijk van het begin af aan in de voorbereiding is het al misgegaan met mijn enkel. Daarna begon wat maanden later Achillespees op te spelen, wat vervelend was en lang duurde. En ja, uiteindelijk ook van hersteld en dat ging eigenlijk prima. Ja, tot dit moment eigenlijk, die knie. En ja, nu sta jij zo en lig ik hier. Ben je ook als bang dat het einde carrière betekent, die knie van je? Nee, helemaal niet. Daar denk ik sowieso nooit over na. Volgens mij 10 jaar geleden ook al, toen ik mijn kruisband scheurde. Volgens mij speel ik nog steeds wel, dus nee, niks aan de hand. Je ziet toch vaak oud-voetballers die nog wel last hebben van hun ledematen, van hun gewrichten met name. Nou, ik denk dat ik er nou wel een van word die wel wat last heb, maar dat ik wel gewoon mijn dagelijkse dingen zo kan blijven doen met gewoon nog misschien mijn werk of het voetballen met vrienden of tennis of noem maar op. Dus daar maak ik me niet zo zorgen om. Komt alles weer goed? Neem maar aan voor wel, ja.